Maar ik heb gezien, na de wedstrijd, ik heb gezien, is een beetje. Ik zei dit een beetje, maar ik denk 3 meter. Bamberto, helemaal kwijt. Bamberto. Bamberto! Bamberto! Het is alweer 20 jaar geleden dat Ajax Bamberto de Jesus Sousa Campos, voetbalnaam Bamberto, naar Amsterdam haalde. Een bijzondere rechtsbuiten die meer dan 100 duels in het shirt van Ajax speelde. Hij is nu, 20 jaar later, nog altijd belangrijk voor Ajax omdat hij de Brazilianen van nu, waaronder Danilo Pereira en David Neres, helpt. En van de Sar hebben naar mij bellen en zeggen: Bamberto, kan aan ons helpen? Een beetje gesproken met Neres, omdat die jongen hebben een beetje moeilijk in het begin. En ik kom hier voor gesproken met Neres. Ik heb gezien een beetje de training. En dan na de training ik heb naar boven met de coach en met Aaron Vinter in de tijd ook gesproken. En dan ik heb een beetje zeggen. Wat wil Ajax met de Neres? En dan Neres hebben het sneller begrijpen. En nu is heel goed. Bamberto kan het goed met Neres vinden, omdat ze op dezelfde positie spelen. De twee hebben veel contact samen. Kijk, ik spreek bijna elke week via WhatsApp. Het is makkelijker nu. Ik probeer altijd zij motiveren voor de wedstrijd, voor de training ook, omdat het is niet makkelijk nu met deze temperatuur voor een Braziliaans. Ik probeer altijd mijn best geven voor Neres zaterdag of zondag op het veld. Top. De verschillen tussen Neres nu en Bamberto toen zijn gigantisch. Het voetbalverhaal van de 1,68 meter lange buitenspeler begint in Brazilië, waar hij als 15-jarige uit de armoede wordt gehaald door motoclub de São Luís. Ja, ik heb op de straat speel vroeg in Brazilië. Het is altijd moeilijk. Ik speel vroeg zonder schoen, omdat ik kom van familie echt moeilijk, zonder niks. En dan een meneer heeft naar mij gezien en dan heb direct naar mij brengen bij een club in São Luís, Sampaio Correa. En ik heb snel adapteren met de schoenen en dan op het veld. En na 2 jaar ik heb ik direct bij de Braziliaanse elftal gespeeld. Dat is ongelooflijk. Ja, is anders. Als je nu vraagt, zo een jongen met 15 jaar begonnen bij een club, is een beetje moeilijk. Omdat het moet om 6 jaar of misschien 4 jaar. En opleiden op die club. Maar ik heb geluk met in de tijd. Met 15 jaar kom bij een club en dan een carrière maken. Dat is. Ik ben blij. Bamberto wordt op zijn 15e vader van een zoon en gaat met zijn gezin op zijn 17e naar het Belgische Sereng. Waarna hij 2 jaar later aan Standard Luik wordt verkocht. Kijk, in de tijd. Ik heb bij Standard Luik gespeeld. En allemaal komt bij mij en zeggen de directie van Standard Luik zeggen: kijk, Bamberto, misschien hebben Ajax interesse bij jou. En dan ik heb direct echt blij, omdat kijk, Ajax is voor mij een van de beste clubs van de wereld. En ik heb geluk omdat de mensen hebben direct akkoorden maken tussen de 2 clubs. En dan ik aankomstig hier omdat de coach in de tijd hebben naar mij een beetje zien. En dan ik heb 6 jaar prachtig 6 jaar speel hier bij Ajax. Ik ben altijd blij omdat Ajax blijft altijd op mijn bloed. Door wie werd jij hier opgevangen bij Ajax? Ik kom via die coach Morten Olsen, is van Denemarken. Ik heb aankomsten hier. Ik heb gezien Van der Sar, Danny Blind, Jari, Frank de Boer, Arnaud de Boer. Ik heb gezien die jongens alleen op de PlayStation. En dan ik had constant, ik denk, die mensen zijn een beetje arrogant of zo. Maar het is anders. Ik had constant, dan de mensen hebben naar mij helpen. En ik denk dat is de belangrijkste voor een speler als je komt bij een club. Allemaal de grote namen helpen en dan daarom kan je sneller adapteren.
Van Berto ziet zijn overwinnaarsmentaliteit als hoogtepunt bij Ajax. Hij wilde elke wedstrijd beter spelen dan de vorige om zijn gezin te onderhouden en om de beste te blijven. Een specifiek hoogtepunt heeft hij dan ook niet. Maar zijn mooiste goal vond hij die tegen Feyenoord in de beker. Deze daar, die arena is closed. Ik denk het is veel regen. En dan Groenge gaat naar de rechterkant met de bal en geeft de voorzet. En ik pak direct een beetje à la Van Basten. Zo. En de bal komt direct op de goal. Heel mooi goal. Ik heb gewonnen 2-1 voor de beker. Ik heb op God. Ik zeg God, dankjewel God. Naar boven zien. En dan Richard Wiske komt naar mij. En zei: waarom ben je zien naar boven? Is closed de stadion. Ik zei: nee, is voor God geen probleem. Die kan zien naar mij. Bekerdoelpunten en Manberto doen de gedachte ook snel gaan naar een andere bekergoal die omstreden werd. Het was zijn doelpunt in de bekerfinale tegen FC Utrecht, waar hij als invaller op het veld kwam. Een bal van de meiden komt van de rechterkant. Ik kom sneller, ik denk omdat ik ben kleiner. Ik kom sneller naar achter allemaal en ik denk die arbiter hebben niet mij zien. Ik ben te veel sneller. Dan ik heb direct de score voor mij. Ik heb een beetje zin naar die arbiteren allemaal. Die lopen op de middel, zeggen ze goal. En dan kom naar de golden goal. Ik dribbel twee keer, geef een nice slap en die score de goal, de golden goal. En dan is het prachtig kampioen, omdat we deze jaar hebben alle twee de beker en de competitie gepakt. Ik vind het een van de belangrijke goal. Wist je dat je buiten spel stond? Ik denk allemaal hebben gezien. Ik denk na die op televisie. Omdat in die moment is een beetje moeilijk. Allemaal hebben niet gezien, omdat het veel sneller. Maar ik heb gezien na de wedstrijd, ik heb gezien is een beetje. Ik zeg dit een beetje, maar ik denk 3 meter. Je carrière bij Ajax heb je afgesloten. Je helpt nu de Braziliaanse jongens. Ja. Je bent dus eigenlijk altijd nog steeds belangrijk voor Ajax. Ja, ik probeer mijn best te geven voor Ajax, omdat deze club hebben aan mij veel dingen gegeven. Ook kijk, ik heb een grote naam nu, niet alleen in Nederland, maar ik denk overal. Kijk, ook in Brazilië kom bij mijn stad allemaal. Dus echt, ik heb een grote naam omdat hebben veel meer Ajax-zieten. De Ajax-zieten hebben groeien in Brazilië omdat ik heb hier gespeeld 6 jaar en altijd top. Roberto, geen buitenspel, dan zal het er nu toch alleen 1-0 worden.